Salut Patour, een organisatie die zich inzet voor medische zorg aan ongedocumenteerden en onverzekerden op Curaçao, viert op 1 juli haar 5-jarig bestaan. De stichting kan niet bestaan zonder de bevlogenheid van de vrijwillige, soms al gepensioneerde werknemers, zoals kinderarts Bas en verpleegkundige Viviana. Beide gepensioneerd en in hun 70er jaren, maar nog steeds draaien ze samen elke week het kinderspreekuur. Wat vindt u het leukste aan uw werk? Nou, de kinderen. Ik vind het leuk met de kinderen en hoe baas ook het aanpakt met de kinderen. Ze zijn niet bang. Je probeert gewoon vrolijk met hun te zijn. En zieke kinderen, als ze terugkomen, dat ze beter zijn geworden. Dus de vooruitgang. Samen zijn ze vanaf het begin al betrokken bij Salut Patour. Ja, ik woon hier op Curaçao. Nadat ik gestopt ben met mijn werk in Nederland, heb ik hier in het Caribisch gebied wat waargenomen. Bijvoorbeeld op de Bonaire, op Aruba. Maar daar was ik eigenlijk net mee gestopt. Toen ik een berichtje in de krant zag dat Salut Patour zou worden opgericht. En toen heb ik de oprichter daarvan, Elisa Jansen, een mailtje gestuurd, gevraagd of ze misschien behoefte had aan een kinderarts die daar kwam werken. Nou, dat had ze. De kinderarts doet zijn werk nog steeds vol passie. Al is de taalbarrière soms een uitdaging. Maar daarom is hij al 5 jaar lang een goede match met de ervaren verpleegster. En verder heb ik een hele prettige samenwerking met Viviane, die voor mij als tolk optreedt. Ze spreekt goed Papiaments uiteraard, dat is haar eigen taal, maar ze spreekt ook Spaans. En nou, Engels, dat kunnen we samen wel oplossen. Frans, dat kunnen we ook samen wel oplossen. En hoe ziet u de toekomst voor u? Blijft u nog lang betrokken bij de praktijk, denkt u? Blijft u dit werk nog lang doen? Ja, totdat ik dus nog goed ben en goed kan functioneren, denk ik dat ik Salut Patour blijf helpen. Het team van Salut Patour is in 5 jaar gegroeid naar 20 medewerkers en heeft meer dan 7000 mensen geholpen.